Hallo allemaal, nou hier is professor Explosie dan weer in dit schitterende lab. En vandaag hebben we een proefje uitgezocht uit een doos met proefjes die we zomaar hebben gekocht. En dat is deze doos. En daar zitten maar liefst 150 verschillende proefjes in. En daar kan je dus hartstikke leuke dingen mee doen. Nou, wat hebben we bedacht voor vandaag? Er zijn twee stoffen die flink sterk op elkaar reageren. Dat is azijn, dat zit in dit flesje. Dat kan je gewoon kopen in de winkel. Dat koop je gewoon bij de Jumbo of waar je het wil kopen. Azijn. En je hebt hier natrium bicarbonaat. Nou, dat komt dus uit die doos, want dat is best wel een heel speciaal stofje. En we gaan laten zien hoe sterk dat op elkaar reageert. Nou, wat moet er gebeuren? We hebben hier een ballon. En die ballon die gaan we vullen met 6 schepjes van die natrium bicarbonaat. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dat is een heel klein schepje. En dan nog 1 schepje, 2 schepjes en 3 en 4 en 5 en 6. Nou, dan moet dat natuurlijk wel een beetje goed in de ballon zakken. En ik kan nou niet zeggen dat dat echt geweldig gaat. Ja, het is erin gezakt. Het is in de ballon gezakt. Zo, het zit er allemaal in. Nou, is toch wel handig dat je dan zo'n mooi tuitje hebt. En dan is het de bedoeling dat we de azijn in dit mooie reageerbuisje gieten. Zonder te morsen. Graag. Zo. En nu is de grote truc. We pakken het buisje. En dan gaan we zo dadelijk de ballon die gaan we op het buisje vastmaken. En als we dan de ballon omgieten, zodat de natrium in de azijn valt, ja, dan gaat er wat gebeuren. Dus nou, dan zijn we heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik ga voorzichtig die ballon vastmaken op het reageerbuisje. Nou, let op hoor. We gaan natuurlijk niet voor een explosie. We gaan gewoon voor een hele mooie reactie. We gaan voor een hele mooie reactie. Even een beetje shaken. Oh, kijk eens. Wat zien we? Er is een behoorlijke reactie op gang gekomen. En de ballon die wordt daardoor enigszins opgeblazen. Enigszins. Gelukkig niet zo groot dat hij kan klappen. Maar je ziet het. Er staat aardig wat druk op. En we hebben een opgeblazen ballonnetje. Ja, dat was hem dan voor vandaag. We hebben iets leuks gedaan uit de doos. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te doen. Maar zo zie je maar weer. En als je niks te doen hebt thuis, zeg tegen je vader, ik wil graag zo'n mooie doos. Nou, dan heb je lekker wat te doen, 150 proefjes. En tot de volgende keer.